Oktober staat bekend als borstkankermaand, want 1 op de 7 vrouwen krijgt met deze ziekte te maken. En in 75% van de gevallen zijn de patiënten ouder dan 50 jaar. Maar Merel, vandaag naast mij op de bank, kreeg de diagnose al op haar 29ste. 2 jaar lang vocht ze tegen kanker en met succes. Begin 2022 is ze schoon, maar amper een paar maanden later is er toch weer slecht nieuws. Ja, Merel, ik vind het echt ontzettend fijn en dapper dat je hier naast mij op de bank wilde zitten. Zeker gezien de situatie waarin je zit, want je bent vol in behandeling. Ja. Ja, je wordt nooit meer beter. Dat is toch een gigantische mokerslag die je dan krijgt? Ja, dat is een hele rare gewaarwording. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Voelt dat dan echt alsof de vloer onder je voeten weg wordt? Nou, eigenlijk in eerste instantie wel. Omdat het is zo abrupt. Je staat midden in het leven en je bent helemaal nog in de modus van ik ga alles weer oppakken. Ja. Na die ziekte en leuke dingen doen, nieuwe start maken. Dit is de Merel 2.0 noemde ik het. En ineens staat alles stil. Ja, alles ja. staat stil. En je hebt dan ook nog 2 ontzettend leukere kinderen. Ja. We zien ze hier achter ons, ja. Floris en Maarten. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook wel gelijk over nadenkt. Ja, dat is het eerste wat er in je gaat. Dus hoe moet ik mijn gezin en mijn kinderen achterlaten? Dat is het eerste waar je over nadenkt. Op het moment dat je zulk slecht nieuws hoort, dan is dat eigenlijk het enige wat door je hoofd speelt. Ja, ja. Ja. Laten we even teruggaan naar jullie. De dokters hebben heel slecht nieuws voor je. Hoe gaat zo'n gesprek en wat zeggen ze je dan? Ja, ik kwam met allerlei rare klachtjes kwam ik eigenlijk bij de doktoren aan, die eigenlijk niet met elkaar te linken waren. Maar eigenlijk was toch het enige wat overeenkwam was dat ik ziek was geweest natuurlijk. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer factoren uit waardoor ze dachten, hey, dit moet met die kanker te maken hebben. En waar heb je het dan over? Nou, slechte leverwaarde bijvoorbeeld, waaraan ze dachten, hey, dit zou toch wel eens heel goed toch wel kanker kunnen zijn. Ja. Maar goed, de hoeveelheid klachten was ook weer zoveel dat je dacht, ja, het kan toch niet overal zitten? Nee. Dus dat was eigenlijk hetgeen waar ik me een beetje aan vastklampte. Dat ik dacht, nou, misschien is het dan toch geen kanker. Misschien is het dan toch reuma of slijmbeursontsteking. Ja. Of rare andere normale fratsen, om het zo maar te zeggen. En dan kom je op een gegeven moment in een ziekenhuis en dan krijg je dus een uitslag omdat je zoveel pijn hebt. En dan wordt er gezegd van, nou weet je Merel, we hebben de PET-scan bekeken en we hebben geen goed nieuws voor je. En de arts vroeg, ik had een vervangende arts die dag en ik zeg, is het uitgezaaid? En toen zei ze, nou ja, de vraag is niet of het is uitgezaaid, maar waar het allemaal is uitgezaaid. Want het zat overal. Ja. Dus je gaat eigenlijk een soort van, ja, ik voelde me niet fit, want ik ging natuurlijk wel met een reden naar het ziekenhuis. Ja. Maar je gaat een soort van fit het ziekenhuis in. En eigenlijk op het moment dat je de diagnose krijgt, alles valt weg. Ja, ja. Ja, want dus het zat in mijn botten, mijn lever. Al mijn lymfeklieren, in al mijn beenmerg zit het. En nu uiteindelijk blijkt het dus ook in mijn hoofd te zitten. Het zit ineens overal. Ja, en dat is toch eigenlijk wel gek. Want ja, eerder dat jaar hoor je dat er niks aan de hand. Nee, precies. Ja. Weet je niet. Maar nee, je weet niet hoe het komt. En kijk, ik heb een tot en met kwartaal 2 heb ik zeg maar chemotherapiepillen gehad nog. De eerste 4 maanden van dit jaar of zo. En daarna ben ik gestopt. En blijkbaar heeft dat dus toch tumorgroei afgeremd. Ja. Waarvan we niet wisten dat er zat. Ja. En heeft dat dus toch effectief gewerkt. En ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt. Ja, en is het echt sky high. Is gewoon die kanker gaan groeien. Ja, ja. En eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Ja. Ja. Ik wil heel even terug naar het begin, om het zo maar te zeggen. Op jonge leeftijd, 24, kwam je erachter dat je drager bent. En dan moet ik het goed zeggen, het BRCA1-gen. Ja, inderdaad.
Ja, heb je dat dan, hoe ben je daar überhaupt achter gekomen? Nou, ik had mijn oma die heeft 3 keer borstkanker gehad. En volgens mij ergens in de jaren 90 uit mijn hoofd is er toen gezegd van joh, er is een onderzoek waarmee we dus kunnen vaststellen of er een erfelijke variant van borstkanker in de familie voorkomt. En omdat mijn oma meerdere malen borstkanker heeft gehad, is er toen gezegd van nou, zij mag deelnemen daaraan. Ja. En haar dochter, dus mijn moeder ook. Uit dat onderzoek bleek dus dat mijn oma gendraagster was. En dat ook mijn moeder gendraagster was. En daarbovenop bleek ook nog eens mijn opa gendrager te zijn. Ja, dus dubbelop eigenlijk. Ja, dus het was eigenlijk dubbelop. Dan ga je eigenlijk... mijn moeder is toen de molen ingegaan. Die heeft preventief haar borsten laten amputeren. Eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat ze geen borstkanker zou krijgen. En dat is eigenlijk redelijk succesvol gegaan. Totdat ze op een gegeven moment toch een knobbeltje kreeg. En dat was nog nooit voorgekomen in de Nederlandse geschiedenis. In die hele medische wereld, zeg maar. Maar goed, er was dus toch een knobbeltje en toch borstkanker. En dat hebben ze toen geopereerd. Maar de kwaadaardigheid van die borstkanker was zo heftig, zo sterk, dat ze dat niet heeft overleefd uiteindelijk. En, ze werd 37 en toen was jij dus 12. Ja, en toen was ik 12 en toen overleed onze moeder. Ja. En toen heb ik altijd gedacht van joh, later als ik groot ben ga ik me daarop laten testen zodra het kan. Want dan kan ik daarop anticiperen. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Maar er komt heel veel op je af op zo'n moment natuurlijk. Dus ineens moet je gaan beslissen over hele belangrijke dingen. Ja. Want je gaat bewust je lichaam verminken eigenlijk. Wel met een goed doel natuurlijk, want het doel is om niet die kanker te krijgen. Maar die kunnen ze ook niet garanderen, nee, want die precies. heeft mijn moeder ook gehad. Ja. Dus het werd mentaal, merkte ik dat ik vond het heel moeilijk. Dus dat heb ik toen ook op een gegeven moment met mijn arts besproken, mijn plastisch chirurg, een hele goede chirurg, van topdokters ook, heeft hij hem meegedaan. Echt een fijne man. En die zei ook, Merel, je moet niet te gehaast beslissingen gaan nemen. Je moet er hier rustig over nadenken, want het bepaalt de rest van je leven. Ja. En dat heb ik toen, daar heb ik heel rustig over nagedacht. En eigenlijk tegen de tijd dat er überhaupt iets kon gebeuren, zat er ineens al een knobbeltje. En toen voelde je dus... Want ben je daar ook extra dan mee bezig, zeg maar? Je bent wel meer bezig dan een ander, denk ik. Ja. Ik wist natuurlijk dat er knobbeltjes konden komen. Dus ik ben er bewuster bezig mee bezig dan een ander. Maar het was niet dat ik echt mijn leven daar liet leiden of zo. Als ik nu nog steeds terugdenk, dan denk ik soms wel eens... misschien heeft iemand boven toch mij een seintje gestuurd van... hé, hier zit wat, want het was zo klein als een ertje. Dat ik het überhaupt heb ontdekt, dat is sowieso eigenlijk een wonder. Ja. En dan ga je een hele molen in. Ja, want dat wil ik zeggen. Dan ben je dus 29 en dan ga je een molen in. Eigenlijk 2 jaar van behandelingen. Wat heb je... allemaal gedaan? Of kun je eigenlijk zeggen, heb je niet gedaan? Het begon eigenlijk al met de hele diagnose, want dat was een heel gedoe. Dat heeft bijna 4 maanden geduurd voordat ik officieel de diagnose borstkanker heb gehad. Omdat er iedere keer weer, de radiologen spraken elkaar soms een beetje tegen. En het was gewoon een hele gekke tijd was het. Want dan werd ik weer weggestuurd met niks. Maar dan wilden ze me 6 maanden later wel weer even zien voor een controle. En dan... het was echt heel stressvol was het. En ondertussen voelde ik het ook groeien. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van... jongens, ik voel dat er nog steeds iets groeit. Dus er moet echt naar gekeken worden. En toen is uiteindelijk officieel die diagnose borstkanker dus gekomen. En dan ga je een molen in met chemotherapie. Ik heb, omdat ik BRCA1 gendraagster ben... heb ik meegedaan aan een experimentele behandeling, een studie. Normaliter krijg je bij borstkanker 16 chemotherapieën... waarvan 4 redelijk zware en 12 wat lichtere versies, om het zo maar te zeggen. En bij mij is dat omgegooid. Bij mij, ik heb 4 normale chemotherapie-sessies gehad... die iedereen eigenlijk gehad heb. En daarbovenop heb ik
twee hooggedoseerde sessies gehad. En dat houdt eigenlijk in dat de chemotherapiedosis die je krijgt, die is 5 keer zo hoog gedoseerd als een normale chemotherapiesessie. En die wordt dan ook gevolgd door een stamceltransplantatie van eigen stamcellen. Oké. En er wordt eigenlijk een soort grote reset op je lichaam ingevoerd in het ziekenhuis. Ben ik ook een maand heb ik in isolatie gezeten. Heftig en, allemaal zeg. Ja, dat was een hele heftige behandeling. Ja. Ja. En ook voor je familie, hè? Ik bedoel, tuurlijk, niet alleen voor jou, maar ook voor je hele familie. Want ja, het vergt nogal wat. Ja, absoluut. Want iedere dag naar het ziekenhuis toe. En dat was echt een zware behandeling. En vervolgens op een gegeven moment heb ik ook een borstamputatie gehad. Radiotherapie. Antihormoontherapie, want dat hoort er dan ook nog bij. En chemotabletten, omdat er dus uiteindelijk na alle behandelingen toch nog steeds een resttumor in die borst werd aangetroffen. Ja. En dat was eigenlijk al, dat hadden ze natuurlijk liever niet gehad. Nee, precies. En, maar goed, dat was wel weer prima te behandelen, zeiden ze, met de radiotherapie en de andere medicatie. Ja. Nou, we zien het ook voor de mensen die zich afvragen. Ja. Je hebt nu ook een morfinepompje bij je. Je hebt nu een ontzettend goede dag, maar mensen zien het niet. Dus ik dacht, ik noem het wel nog even. Wat ik wel mooi vind, het is vreselijk verschrikkelijk. We weten allemaal niet wat je doormaakt. Maar wat je nou doet, is uit iets negatiefs maak je iets positiefs. Ja. En je maakt een Instagram-account om mensen ook, denk ik, een beetje te verbinderen. Ja. De mama met kanker op Instagram. Ja, dat vond ik zo belangrijk om te doen. Want weet je, er zijn zoveel meer jonge vrouwen dan ik dacht dat er zouden zitten in zo'nzelfde schuitje. En je ziet altijd beelden over borstkankerpatiënten van in de 50. Ja. Die problemen hebben met de overgang en met dat soort dingen. Wat natuurlijk heel logisch is. Maar dat is voor iemand van in de 30 is dat zoveel anders dan wanneer je dat meemaakt als je op latere leeftijd zoiets meemaakt. En ik vond het ook belangrijk om daar wat meer support aan te geven. Maar ook, ik weet nog dat ik heb die experimentele behandeling gedaan. Daar werd ook van gezegd, er is 5% kans dat je de behandeling niet overleeft. Dat is ook, omdat die zo zwaar is. En ik vond het zo moeilijk om die keuzes te maken, omdat ik alles ervoor wilde doen om het te overleven. Ja. En om mijn kinderen zo lang mogelijk hun moeder te geven. Maar het is gewoon zo moeilijk om daar beslissingen in te nemen als je niemand hebt gesproken die dat heeft meegemaakt. Dus eigenlijk is het ook om lotgenoten en daarover. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, hier moet ik iets mee. Ja. Want ik hoop gewoon dat ik straks iemand mee kan nemen aan het eind van de tunnel en kan denken van, hé, waar jij nu staat, daar stond ik een jaar geleden. En kijk hoe ik erbij loop. Ja, vergt ook wel heel veel kracht, hè, om dat ook nog te doen. Ja, maar dat is heel, heel fijn. Ja. Heel dankbaar voor dat als je dat kan doen. Ja. Ja. Tot slot, we zien heel veel mooie momenten op Instagram. Je huwelijk, dat is 3 jaar geleden. Ja. Natuurlijk de kinderen. Nogmaals, we zien ze achter ons. Superleuk. Ook de moeilijke momenten, die deel je uiteraard. Als we nou het hebben over, durf je überhaupt nog naar de toekomst te kijken? Ja, zeker. Ik durf zeker naar de toekomst te kijken. Ik vind het wel heel moeilijk om concreet naar de toekomst te kijken, want dat kan niet. Maar ik kijk nog steeds met heel veel plezier naar de toekomst, weet je. Waar een ander zich kan verheugen op een weekendje weg van over 2 maanden, kan ik me verheugen op bij wijze van een keertje volgende week gezellig met de familie mosselen eten of zo, weet je wel. Gewoon, het is veel kleiner, het is veel concreter. En de kinderen bijvoorbeeld vanochtend naar school brengen. Nou, dat is echt dan helemaal mijn ding. Daar ben ik zo blij om dat nog kan. Ja, wat zou je nog willen? Wat zou ik nog willen? Ja, zoveel mogelijk genieten van mijn gezin, van de kinderen en van het leven. Ik zou heel graag mee willen geven aan iedereen dat het zo belangrijk is om te leven en om te genieten. Want dat je het gewoon vergeet. Ja. Maar dat eigenlijk alles is wat belangrijk is. Daar wil ik het graag bij laten. Dank je wel.